Welkom bij de PCM-tutorials. Vandaag wil ik laten zien hoe eenvoudig ik Fireboard het forum kan installeren. En hoe ik deze heel basis kan configureren. Het is een redelijk omstreden pakket met heel veel opties. Maar ik laat toch een kleine indruk zien hoe ik bepaalde stappen kan doen. Nou, via onze administratorzijde van onze Joomla website. Is in eerste instantie belangrijk om dit component eerst het downloaden is, het component in legacy mode te zetten. Nou, ik heb deze al aangezet. Ik zal nog een keer laten zien waar we dat precies kunnen doen. Binnen de knop Extensions en Plugin hebben we de mogelijkheid om de legacy aan te zetten. Nou, ik, ik maak gebruik van de filteroptie. Zoals jullie kunnen zien, heb ik de legacy ingeschakeld door middel van de dubbelklikfunctie hierop. Nou, eer we dit gedaan hebben, gaan we de het forum installeren via extensions. Installeren. Klikken bladeren. En kiezen het bestand wat we nodig hebben om alles te installeren. Nou, in dit geval is het component Fireboard Forum. Deze versie is momenteel werkzaam met de 1.5-versie van Joomla, die net uitgekomen is. Klikken op uploaden van het desbetreffende bestand. Dit kan enige tijd duren afhankelijk van de snelheid van de webserver. Nou, op dat moment krijgen we een melding terug dat het succesvol is geïnstalleerd. Nou, dit is dus de basis eigenlijk die we nodig hebben om de te installeren. Laten we eens even kijken waar we deze kunnen vinden en hoe we deze kunnen linken aan bijvoorbeeld de front-site van onze website. Nou, via components zien wij dat er een item Joomla! Fireboard Forum toe is gevoegd. Nou, op het moment dat we hierop klikken, Krijgen we een heel overzicht van verschillende functies? Naast nou, zoals we kunnen zien in deze demonstratieversie, is dat nog niet alles helemaal werkt in de huidige versie van uh, Joomla, uh, de Release Candidate 2. Maar uh, het is goed genoeg om hier al een indruk te krijgen hoe het werkt. Nou, zodra de versie uh, compleet is, zal alles naar boven werken. Nou, aangezien dit een clean installation is en kale installatie, klikken we op Apply. Want op dat moment worden de gegevens aangemaakt die nodig zijn om het een en ander van elkaar te krijgen. Nou, zoals we kunnen zien is alles succesvol geïnstalleerd. We klikken om verder te gaan en krijgen op dat moment het controlepaneel voor ons. Nou, deze basisinstelling is al zo summierd dat we al kunnen kijken hoe we uh, de frontpage van onze website kunnen linken aan Fireboard. Laten we dat als eerste doen. Via de optie menu's klikken wij op main menu. En we kiezen nieuw, want we willen nu een nieuw, nieuw, nieuw item aanmaken met daarin het forum. Nou, zoals we kunnen zien, zien we al, al een uh, item dat er een Fireboard Forum item in onze menulijst zichtbaar is. Nou, hier klikken we op. Zeer eenvoudig. En we kiezen een uh, willekeurige tekst. Nou, in dit geval kies ik gewoon voor de link Fireboard. Klik op Toepassen. Opslaan. Laten we even kijken hoe dat eruit ziet. Nou, zoals we hier zien is hij op dat moment toegankelijk als menu-item. En op de voorzijde van onze website doe ik eenmaal refresh van onze website en we zien op dat moment het item-fireboard erbij. Op het moment dat ik erop klik, zien wij een hele smieren opzet van het fireboard. Momenteel is hij nog leeg. Laten we eens even kijken hoe we nou de installatiedata kunnen installeren, want er is namelijk sample-data beschikbaar en deze heel eenvoudig kunnen aanpassen. Na de components en Joomla Fireboard zijn we in het controlepaneel terechtgekomen van Fireboard om te kijken hoe we dus die sample data kunnen installeren. Nou, zoals we kunnen zien in het controlepaneel hebben we een optie: load en remove sample data. Nou, in dit geval willen we load sample data laden om een basisinstallatie te krijgen en een klein beetje te leren spelen alvorens we echt een forum gaan opzetten. Nou, we klikken hierop. En op dat moment zien we dat de sample data load is. Op het moment dat we naar beneden scrollen, zien we ook dat er bijvoorbeeld hier een topic is aangemaakt, wanneer in het leeg was. Nou, laten we even kijken aan de frontzijde van onze website hoe dat eruit ziet. We gaan naar onze frontzijde, klik eenmaal refresh. En we zien op dat moment gegevens toegevoegd. Nou, op het moment dat we bijvoorbeeld erop klikken, zien we wat gegevens erin staan, hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. En wat voor een, uh, mogelijkheden er allemaal zijn. Nou, laat ik nou voor een voorbeeld zien hoe ik eenvoudig via deze categorie uh, ook items kan toevoegen zonder uh, per se te hoeven inloggen. Op het moment dat we naar beneden scrollen in het scherm, zien we onder Recent Post een optie Sample Post staan. Nou, hier klikken we op. En We zien uh, wat sample tekst hierin staan met voorbeelden. En we willen bijvoorbeeld hier op uh, reply, dus beantwoorden. Nou, op het moment dat we hierop klikken. Op de knop Reply krijgen we de optie eh, dat u helaas geen toegang heeft om dit te beschrijven. Eh, om dit nou toch voor elkaar te krijgen, een hele simpele opzet, gaan we even terug naar de eh, administrator-zijde en we kiezen voor de optie Joomla Configuration en dan de Firewall-optie. Eh, we kiezen voor de optie Security en binnen de optie Security zien wij public Read and Write, dat is het schrijven. En het lezen van de publieke zijde. Nou, deze zetten we tijdelijk op ja, yes. We scrollen naar boven, klikken op opslaan. We gaan terug naar onze website. We zien tevens dat hier de option saved is. We verversen de pagina en we krijgen op dat moment toegang. Om dus via de publieke zijde een reply te geven op een bepaald vorm item, let wel op: niet in alle gevallen is dit handig, aangezien bepaalde onderdelen natuurlijk misschien privégevoelig gevoelig zijn. Maar het geeft hiervan van indruk hoe makkelijk ik binnen Fireboard een bepaalde posts kan doen en replies op dat kan geven. Nou, zoals we gezien hebben, maken we gebruik van de Engelstalige tekst. Ik wil toch nog even laten zien hoe ik eenvoudig de Nederlandstalige tekst kan importeren en daar gebruik van kan maken voor de mensen die niet zo goed in Engels zijn. Nou, laten we even kijken hoe we dat kunnen gaan doen. Via Google zullen we nou de desbetreffende taalmodule inladen voor Fireboard. Nou, via Google gebruiken we de optie Fireboard, Klikken op zoeken. Kom op dat moment bij de desbetreffende website uit: bestofjoomla.com. Klik op deze link. En we zien hier in het overzicht aan de rechterkant languages staan, talen. We klikken daarop en we zien toch een overzicht van de diverse talenopties. Nou, zoals we kunnen zien, zien we gelijk de optie Dutch, Nederlands. Nou, deze file kunnen we op dat moment downloaden op onze harde schijf en deze unzippen. En ik zal even laten zien hoe dat werkt en wat voor bestanden daarin zitten. Uh, terug op onze harde schijf zien we op dat moment, op het moment dat we deze faal hebben geunzipt, dat er een directory fb underscore dutch 1.0.3 zichtbaar is. Nou, hier klik ik op en krijg op dat moment een leesmij.txt uh, faal. Nou, in deze faal staat onder andere dat de bestanden onder de directory Administrator en Components. En ik zal hier even doorklikken. Bestanden zijn die uh, toegevoegd moeten worden uh, aan de desbetreffende website. Nou, dit kan door middel van een knip- en plak-actie naar de desbetreffende directory, maar in de meeste gevallen zal deze via FTP toegevoegd moeten worden aan de desbetreffende webserver. Nou, pak de desbetreffende mappen en uh, upload deze naar de, naar de desbetreffende webserver en we zullen op dat moment toegang hebben tot de Nederlandstalige tekst. Nou, laten we even gaan naar de website, hoe dat eruit ziet en uh, hoe eenvoudiger het is om onze Nederlandstalige tekst te gebruiken. Teruggekomen op ons uh, controlepaneel van Fireboard zien we op dit moment nog steeds de Engelstalige tekst. Nou, het belangrijkste is wel als de Nederlandstalige tekst primair geïnstalleerd is via ons uh, controlepaneel van Joomla. We zullen daar even kijken. Nou, we kiezen dan extensions en taalbeheer. ...zien wij op dat moment dat Nederlands de standaard geïnstalleerde taal is. Nou, het voordeel van de bestanden die we naartoe hebben gevoegd... ...is op het moment dat deze standaard uh, aan is gevinkt... ...dat op dat moment Firebord automatisch vertaald wordt naar de desbetreffende taal die primair is gekozen. Dat is één van de vele mogelijkheden binnen de nieuwe Joomla! versie. En uh, klik op dat moment op Components, kiezen Fireboard Forum... En we zien op dit moment dat alle teksten vertaald zijn in het Nederlands. Nou, dit kan zeer handig zijn om met de juiste configuratie aan de slag te gaan. Nou, ik heb dus een korte introductie gegeven hoe eenvoudig ik Joomla! Uh, Fireboard kan installeren. Ik uh, laat bepaalde voorbeelddata in, kan deze aanpassen via de administratorzijde waardoor ik publiekelijk toegang heb en ik kan een taalbestand toevoegen. Bedankt voor uw aandacht!